Stap 1, ik zie een schermbloemige. Pas op. Okay, altijd oppassen met schermbloemige. Er zijn er heel veel die eetbaar zijn, die dat je met snel kunt gebruiken. Er zijn er ook bij die dat je opeet en waar dat je doodvalt binnen de weg. Verschillende manieren hoe dat je kunt zien dat dat een wortel is. Als je wortels in je tuin kweekt, ga je eerst dan zien als je ze uitkweekt dat dat gewoon dit is. Als je hem laat staan. Wat dat je doet als je die laat staan, een jaar, ja, het zijn 2 jaar. Ja. Als je, dat is de enige schermbloemige die zijn zaden naar binnen gaat trekken. De andere die gaan allemaal openstaan. Kijk even die berenklauw, die zaadjes dat we hebben gegeten, die schermen die staan open. Die gaan naar binnen. Als schermbloemige, dat zijn alle bloemen die daar vanuit één groeipunt allemaal gelijk een roset gaan aanmaken. Dan, het tweede kenmerkend punt is dat die onder hun bloeiwijze, dat die zo een kapje gaan hebben. Zie je dat kapje? Je kunt dat beneden aan het halen. Mm-hmm. Ja. In het begin van de bloei, dat gaan we nu niet zien, maar in het begin van de bloei, zo eind juni, juli, gaat er in het midden hier een stamperke zijn dat zwart is. Hier. Hè. En dat is de enige schermbloemige die in het midden een zwart puntje heeft. Nu gaan we het niet meer zien, maar je kunt die wel, dat is een heel gemakkelijke manier om die in het voorjaar te identificeren. Wat kun je daar nu van opeten? Wat is daar nu interessant aan? Zoals de gewone wortel, zit deze vol met beta-carotene. En beta-carotene dat vormt zich om in ons lichaam tot vitamine A. En waarom is vitamine A interessant? Vooral het zicht. Ja. Nachtblindheid wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door vitamine A. Bij ons komt dat nauwelijks voor. Dat, hoe kun je die vitamine A herkennen, zowel bij de wortel als bij anderen, is door te ruiken. Dat is een heel specifieke geur, vitamine A, beta-carotene. Zowel de zaden, blad, bloem, wortel, alles, daar zit vitamine A in. En dit is het blad. Ja, wortelblad. Ja, wortelblad. Dat ruikt ook goed. En dat blad kun je ook opeten. Dat is een 2-jarige plant. Dat wil zeggen dat als dat zaad, zo één zaadje, als dat in de grond valt, dat dat het jaar nadien dit gaat vormen. Dan lijkt het nog meer op een worteltje. Hè? Ja. Normaal gezien, bij onze gecultiveerde wortels, gaan we die nu in de winter of in de herfst, in de nazomer gaan oogsten. Ja. Als we die laten staan, dan krijgen we dit. Ja. Dan maakt die zaad aan en dan die wortel gaat hier weg dit jaar, gaat allemaal uitsterven en die gaan nieuwe zaadjes maken, etc. Je kunt daarvan in het eerste jaar, dus bij deze in de winter of bij deze in het voorjaar, kun je die wortel gaan oogsten. In het eerste jaar? Ja. Die wortel is uiteraard, heeft niks te maken met onze gecultiveerde wortel, die is piepklein. Maar je kunt die dus wel opeten. Die is ook niet oranje, die is wit. Dat oranje, dat is dan een cultivar. Dat is, wij hebben die oranje gemaakt. Allee, we hebben zodanig geselecteerd dat er veel vitamine A naar die wortel is gegaan. Ik gebruik die graag als voorbeeld om te laten zien dat achter elke kleur er een stof schuilt. Ja. Achter rood, bijvoorbeeld lycopene bij tomaten, schuilt lycopene een antioxidant. Hoe roder, hoe meer dat die aanwezig is. Bij bramen, bij bieten, bij bessen in het algemeen zitten er anthocyanen in. Dat zijn ook antioxidanten. Hoe feller die kleur is, hoe meer dat die aanwezig gaan zijn. Bij groenten, hoe groener, bij bladgroenten, hoe groener dat die bladgroenten gaan zijn, hoe meer chlorofyllen gaan er zijn. Vaak ook hoe meer ijzeren gaan er zijn. Als je dus naar de winkel gaat, pak het eten eruit dat er zo mooi in kleur uitziet als mogelijk. Als je zegt van, als je kiest tussen een witte ijsbergsla en een groene, verkies de groene, omdat daar voor hetzelfde geld wat je uitgeeft, zitten er veel meer interessante stoffen in. Een laatste interessante stap, waar dat we nu niet per se rekening mee hebben gehouden, maar die dat wel interessant is om zelf eens uit te proberen, is
dat elke stof specifiek, en daar zijn heel veel wetenschappelijke onderzoeken naar, dat elke stof specifiek bij een bepaalde bewerking of verwerking zijn stoffen meer of minder gaat laten vrijkomen. Beta-carotene is een vetoplosbare vitamine. Dat wil zeggen dat als je die samen met vet combineert en dan opeet, dat je dat beta-carotene beter gaat kunnen opeten. Omdat dat zich gaat binden met dat vet. Het tweede ding is bijvoorbeeld bij wortel, als je die gaat opwarmen, dan komt dat beta-carotene meer vrij, waardoor dat we beter gaan kunnen opnemen. Nog een belangrijk ding is dat beta-carotene dat zit in die wortel. Als je die wortel schilt, dan zet je een heel groot deel kwijt, want dat zit veel aan de buitenkant van de wortel. Een tweede ding is, als je die gaat koken, dan kookt er heel veel van wat er daarin zit uit. Dus als je je wortel dan uit dat kookwater haalt, dan zit daar nog heel weinig in. Als je die dus in schil kookt, of bakt, en dan schilt je die, dan is alles nog aanwezig in die wortel. En dan heb je ook, dan moet je die niet overkoken, dan moet je die niet, dat geen 200.000 jaar laten op je kookpot staan. Dan is alles kwijt. Als je dat dus eet, verkies dat een vet. Tomaten ook. Waarom steek je een tomaat niet in de frigo? Omdat de aanwezige stof, lycopene, dat die bij koud gaat afbreken en die verdwijnt. Dus als je tomaten in de diepvries steekt, dan worden die oranje. Dus die verliezen aan kleur. Dat is onherroepelijk. Als je die in de zon bewaart, dan worden die knalrood. Omdat met warmte, en ook als je die gaat koken, dan komt dat veel meer vrij. Een tomaat dat van binnen wat wittig ziet, zelfs als je die gaat koken, wordt die knalrood. En dat knalrood, daar schuilt iets achter. Op die manier zeggen ze dat ketchup bijvoorbeeld, buiten de suikers dat erin zitten, ja, helemaal niet zo slecht is. Ja. Omdat, dat is een heel contradictoire. Ja, maar omdat daar heel veel lycopene in zit. Wat? Ja, die suiker is dat slecht, hè? Gezond. Wat? Het zijn ook geen biotomaten en zo. Maar die verwerking is niet, daar is niet slecht. Bij mais bijvoorbeeld, mais in blik ook. Als het al eens verwarmd is geweest, dan komen de dingen meer vrij. Oh my god, zelf maken nu niet. Confituur is op dat vlak ook niet zo slecht. Zelfs met die suiker bij. Die suiker kan ik nooit goed praten. Maar wat je heel veel gaat zien bij bessensoorten, is dat als je die gaat verwarmen, dat de aanwezige stoffen die erin zitten, meer gaan vrijkomen. Ja. En je kunt dat heel gemakkelijk zien, omdat als je bijvoorbeeld rode bessen plukt, of Josta of Cassis plukt, en je duwt die in je vinger, dan gaat bij die vier bessen hetzelfde, ja. Je duwt die in je vinger, en je vinger gaat niet zwart zien. Maar als je die gaat koken, dan ziet dat pikzwart. Die komen, al die stoffen die komen vrij. En dat is, je kunt dat doortrekken tot, heel onze, tot al ons eten. En dat is heel interessant, want dat maakt dat je eigenlijk op een veel, als je die stappen iets wat volgt, dat je op een veel kleinere ruimte veel meer nutriënten kunt produceren. Veel meer.